kijk toe bij onze kameraden. Brandweer. Brandweer. Goedemorgen. Goedemorgen, zeg maar. Hier moet je nou zijn vandaag. Ja. Wie hebt begrepen, het is een landelijke wedstrijd? Ja. Ja, de landelijke 112-baan. Dus, En is dat een kwestie van brandje blussen of ook allerlei andere dingen? Want je doet veel meer natuurlijk als brandweer. Dit is 112, dus alles wat je bedenkt en dat kan hier gebeuren vandaag. Hier wordt alles verzameld. Hier komen alle korpsen, één voor één komen ze hier binnendruppelen. Dan worden ze met een tijdschema worden ze begeleid naar het object. Daar mogen ze een dingetje doen. En dan vanavond om 7 uur hebben we hier de prijsuitreiking. Ja, dankjewel. Hoi. Kijk eens even. Ambulance, politie, brandweer, zwaarlampjes. Oh, wacht even. De auto, dat is hem. Dat gaat niet goed. Wat gebeurt hier precies? Nou, wat is er precies aan de hand? Er is een vrachtauto, die auto, die blauwe auto, dat is een trouwauto. Er zit een lampje voorop? Ja, die zit een lampje voorop. Ja. Die trouwauto die is hier onder die trailer schoon. Het allermooiste komt nog daar. Hem achter die deur is ook net een trouwerij aan de gang. En dan heb je een echt bruidspaar, daar lopen we zo even naar touw. En dat bruidspaar die komt op het moment supreme, komt hij naar boven. Ja, we hebben het wel over nodig met mijn koor. Kom, dat kan niet meer. Dit is maak ik nog van bruid af. Gefeliciteerd hoor. Dit is de vader van de bruid. Oh man. Ja hoor, ja. Wat zo'n spectaculaire dag wordt, maar nooit zo'n spectaculaire. Nee hoor, daar, hoor, het is zo in triest. En mijn broer... Die Harry, ja, die zat helemaal bekneld in de auto en potverdorie, hoor, dit is... Dit start, is joh. Oh, godverdikke, dat is niet zo wat, hoor. Kom maar, neem maar een borrel. Ja, Nou, dat gaat genoeg gebeuren. Ja. Oh, jullie zijn net getrouwd, of moet je nog? Gooi je nog trouwen? Ja, we waren getrouwd, maar het was heel heftig. Ja. Ja, er was een ongeluk gebeurd. Ja. Ja. Gelukkig mogen we nog een keer weer trouwen. Mag je nog 7 keer nog vandaag. 7 keer, ja. Ik ben de moeder. Ik ben de moeder. Ik ben zo geëmotioneerd, want mijn zwager heeft een ongeluk gehad. Ja. Is zo erg, ik vind het zo erg. We moeten voor alle 8 gelijk houden. Nee. Dus het was nu echt, of alle 9 gelijk houden. Dus we blijven nu eventjes, dit was het level. Hol die emotie vast, maar nooit te enthousiast. Kalm aan. Ja, je snapt het alweer, joh. Ja, natuurlijk, emotie, hè. Het is allemaal emotie, hè. Ja. Maar wat, we hebben nou zo wat bedocht in, dat je op deze manier om gewoon met andere... Nou, we winnen natuurlijk in Bedum. Ja. En Bedum, die staat bekend als een dorp met een brandweer waar allemaal wat zieke geesten in zitten. Dus je moet wel een beetje ziek weten om zoiets te bedenken. En altijd mooi is ook onzeker. Nou, dat is wel redelijk lukt. Het is gewoon één aan één schakeling van problemen die je hem oplossen moet worden. En toch even met een van de hoofdrolspelers, de Viskermaan. Ja. Dat was wel een spectaculaire rol, hè? Ja, het is lekker water. Ja. Het is maar gauw dat het zo warm is. Ja, dat moet maar zeker. Ja. Maar doe plom straks water in, zeg maar. Ja. Echt begint. Ja. En dan moest je wat rauw meer reden. Wat moest je? Ja, ik heb het zo koud en ik kan er zelf niet uitklimmen. Dus zij moet me de route hielden. Maar ja, ik heb een hele dure hengel. Hij is van carbon, hè? Dat zie je ook wel, hè? Karton, zeker. €400. Dus mijn minale droog is in de knup. Dus dat is een beetje jammer. Ja. Draai maar even op Noord. Ik draai me op Noord voor die Dirk. Ik is toen met lusten wat hier allemaal gebeurt. Is dat waar? Dit is de communicatie die alle brandweermannen en centralisten is ook kreeg. Ja, we hebben communicatie vanuit de brandweerauto, vanuit de tankauto spuit met onze meldkomer. En dat doen we met portofoons en met mobilifoons. Mobilifoon kun je niet metnemen, waardoor we een portofoon hebben. En met een portofoon praten we met de centralist. En de centralist heeft informatie over het incident. Ah. Zo was het mooi. En dan gaat deze begin trouw. Deze begint straks trouw en dit begint de oefening. Het zou 2 personenauto's betreffen. En in 1 van de voertuigen zou nog iemand in zitten ook. Graag politie, ambulance en een AV. Weet u erover? Het scenario is dus als volgt. Die bruisauto is onder die tankwagen gereden. Er zit zoltzuur in. En die lekt als voor van zoltzuur. Er zitten dus 2 mensen in die bruisauto. Er zitten er nog in. Die auto, er zit een mevrouw in. Die kwam eraan rijden en die schrok heel laag van het scenario. En toen heeft ze de Viskermaan een druk gegeven. Die ligt dus in het water, zeg maar. En dan schouders komt nou het team van Linschoten, vlakbij Utrecht. Die binnen al Nederlands kampioen geweest, 2 keer zelfs. Die komen er nou aan om de situatie te overzien. Daar is die Dirk. Ja, daar komt ze aan. Dat wat je nou op de achtergrond doet, dat is die Viskermaan, Fred. Die ligt door in het water. Maar wie maakt er nou nooit in te filmen? Omdat wie dus aanwijzing geeft, dan mocht ze ook niet voor die mensen dat er al in ligt.
En de chauffeur, dat is die meneer die ding. Ja, dat is de chauffeur. Die heeft nog probeert de afsluiter met zaltzuurlekkage dicht te draaien. Maar dat is niet goud geworden. Die het zaltzuur over zijn handen kregen. Ze vroeg hem nou ook, wat is er precies gebeurd? Kunnen we die afsluiter ook dicht draaien? Dat kan hij vertellen. Acht. Ja. En vast dan. Wegwezen. Dek. Goed toch? Ah ja, goed. Trek het eruit. In mijn hengel. Pas op voor mijn hengel, hè. Ja, ja. 500 euro, hoor. Pas op voor mijn hengel. Je zet ik even hier in. In mijn kistje ook, hè. Ja. In mijn kistje ook. Wat op. Nummer 3. We hebben het slachtoffer over nummer 4 hier, hè. Deze mevrouw is ook niet helemaal lekker. Deze mensen afspoelen naar de ambulance. Ja. Ja. Nou, die meneer doet misschien Zijn hoofd. Die gooit nou net voor, maar die had een hulle zet op de stoupen zijn. Ja, dat klopt. Nou, de zuster Lintje hier op de grond. Die slaan. Dus daar is het schone gebied. En dit is het voelige gebied. Ja. En op het moment dat hij dus voel in de ambu gaat, komt hij ook smerig in het ziekenhuis. Er is een hele keten van viezigheid met chemie. Omdat er ook die vrachtwagen is. Wat zeggen ze nou? We gaan hem in het smerige gebied gewoon schoonmaken. Als het schoon is, gaat een dijk af van de linie. Dat is nou gebeurd. Nou wordt overdrongen aan de ambu. Dus dit chemie wat hier plots van hebt, dat gaat nooit meer de ambulance in. En dat komt dus ook niet in het UMCG. Dus die spelden maar voren gewoon schoon. En dan gaan ze dus opbouwen richting de tank. En dus zij hebben nou alles in drie vakken gemaakt. Eerst met de viskemaan. Ja, dat is kloor. Toen met de chauffeur en met de slachtoffer van die auto. Dat zie je. En nou pakken ze fase 3, dat is dit. En fase 3 is, er gaat een knipje in. En dan gaan ze daar, meneer, die gaan ze nog redden. Het bruidspaar. Tja. Oh, wacht even. Oom Harry zit nog in de auto. En dan moeten de bruiloftsgasten, de bruidsgasten, die moeten dus weer terug. Gemeentehuis in. Harry! Waar is mijn vrouw? Waar is mijn vrouw? Waar is mijn vrouw staan? Er hangt een emmer aan die tankboom. Er komt, je lekt zolzuur. Nu wil opschaling van de politie vanwege een trouwerij. Gaan we regelen 15:31 uit? Dit is niet gunstig. Zotzuur, overzien pak, overzien Hansen. Ja, wat aftrek van punten, denk ik. Wat ga je nou doen? Ja, nou, wie ben alle dag hem de buren overlast van ons? En in het kader daarvan gaan we je een blommetje aanbouwen. Buurendag. Ja, precies, Dirk. In het kader van de buurendag. Nog niet meer. Mooie deur. Ja, hartstikke mooi. Ik hoor wat. Ja, hallo mevrouw Vecht. Hallo. Alles goed met u? Ja, met mij is het heel ja, hartstikke prima. Mooi. Ja. U ziet wel dat er een groot incident is bij u voor de deur. Ja. En ik had u van de week, vorige week al een briefje in de bus gestopt dat wij hier oefenen. Tuurlijk. Had ik allemaal gedaan. Maar nou kwamen we er vanmorgen achter dat het ook nog Nationale Burendag is. Oh, God. En vandaag bent u onze buren een klein beetje. Ja, ja. En daarom heb ik een klein presentje voor u meegenomen. Geweldig. Voor de overlast. Dank je wel. Ja. Nou, dat is fantastisch. Ja. Geweldig. Nou, heel veel succes vandaag. Ja, dank je wel. Dit is prachtig, hè? Ja, mooi, hè? Ik kijk van nu en alles even door het raam. Ja, maar dat kan ook wel. Ja, goed. Ja. Ja. Reuze bedankt, hoor. Graag gedaan, mevrouw. Hé, doe, hè? Dankjewel. Fijne dag. Doei. Hoi. Dat is de brandweer van alle markten thuis. Trouwens staan hier. Kijk nou wel, hoor. Hoe is het met oom Harry? Oom Harry, ja. Gaan naar het UMCG. Met onbekend letsel. Dus ja, dat is wel een kwestie van even kijken houden dat gewoon. Hij is er al wel goed. Hij is al goed. Oh ja. Ah, hij ligt al in de ambulance volgens mij. Ja, oh ja. Hij is al goed. Even Omari mist. Volgende week is UMCG. Ja. Nou gaat die brandweerauto die gaat een meter veel roet in. En dat betekent dat het officiële einde van de actie zeg maar voor is. Hoe vond je het gaan? Het is even hectisch met het aantal klusjes. En alles wat je vraagt, krijg je eigenlijk niet. Dat. Dat klopt. En dat, ik wil niet zeggen dat frustreren, maar weet je, dan zit je van, oké, ik wil even wat dingen wegzetten. De velvoerder van Linschoten,
Zeg maar, poepoe. Ja, inderdaad. Wat vond je van het scenario? Mooi ongeval, of in ieder geval mooi geanceneerd, mooi ongeval. Dat is ook niet de goede bewoording. Ja. Maar inderdaad, mooi geanceneerd. En ik denk dat we de slachtoffers en iedereen eromheen veilig gered hebben. Ja. Het was ook een soort openluchttheater bijna, want het halve dorp is er. Ik met een bruiloft erbij. Ja, inderdaad. Schrok u daarvan, van de bruiloft? Nou, ik had op het moment dat de man die daar in dat voertuig zat... Oom Harry. Ja, oom Harry, die had een korsetje om. Of in ieder geval zo'n corsage, ja. Corsetje. Corsage. Nee. Maar in ieder geval, het moment dat hij naar de ambulance ging, had ik zoiets van, hé, er is een trouwerij aan de gang. Het moment dat ik wegliep, toen kwamen ze al naar buiten. Ik dacht, oh, dan dat. Net een bespreking gehad met de jury. Ja. Jullie zijn al meerdere keren Nederlands kampioen geweest. Ja, Eén of twee keer, begreep ik. Klopt, twee keer. Wat denk je ervan vandaag? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Er zijn toch wel puntjes dat je denkt van, oké. En met je zoutzuur was niet. Ja, nee, dat. Ja, ja. Hij ging heen en weer en dan, je weet het. Vanavond een 7 uur prijsuitreiking. Ja, dan gaan we het zien. Goed zo. Helemaal goed. Dankjewel.